willen ons dus heel erg gaan focussen op vegan producten. Echt als een kaaskorst. Best wel lekker. Ja. We gaan het proeven. Tijdens de structuur zalven. Dit wordt dan de bar. Ik weet dat ik nu een mal aan het maken ben. Nee, limoncello. Ja. Mel heeft geregeld, dat is de camera. Lekker tape heb jij altijd uit de 1980. Ja, altijd schuur. Oh. Leg ze nou zitten. Oké, okay, ga jij vertellen wat we gaan doen weer? Nee. Leuk dat we weer allemaal zwart aan hebben. Ja. Oké, okay, hallo. We gaan weer naar Satelliet. Want daar. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, daar kunnen we gewoon onze eigen meubels gaan samenstellen. Dus dat is geweldig. Maar we hebben gezegd, we hebben een bepaald budget. En als het veel duurder wordt dan dat, dan kunnen we gewoon niet daar meubels gaan laten maken. Ik ga sowieso even wat meer vloggen vandaag. Vorige keer had ik veel te weinig gefilmd en het is echt geweldig daar. Ja, ik vind het helemaal fantastisch. Andere voorwaarde is, voor april willen we het eigenlijk geleverd hebben. We willen een nieuwe plattegrond. Dus dat gaan we doen. Dus we zullen daar wel heel lang bezig zijn. Stoffen uitzoeken? Ja, stoffen, materialen. Dus eerst gaan we kijken welke stoel, wat ik al eerder zei, dan welke stof, welke kleur. Maar we willen dan eerst weten uit welke stoffen we kunnen kiezen binnen ons budget. Want anders ga je allemaal leuke stoffen uitzoeken en dan is het 3000 euro per stoel. Ja, dat gaan we dus even niet doen. Dus dat zit op de planning. En we zijn net bij de boekhouder geweest, die hebben we even kort ontmoet. En we hebben een krabbeltje moeten zetten omdat hij e-herkenning voor ons gaat aanvragen. Maar hij moet dus over 4 dagen of zo al onze belastingaangifte doen. En dat moet via e-herkenning. En dat hebben wij dus niet. Dus nu krijgen we een boete van 5000 euro. En nog 15%? 5% daarvan. Maar dat moeten we dan niet betalen. En dan gaat hij regelen dat we dat niet hoeven te betalen. Want we willen dus wel aangifte doen, maar we hebben geen e-herkenning. En via de post mocht het niet. Dus dat is echt weer allemaal een leuk belastinggedoe. Verder was dat het. Nee, nou. We zijn er. Welke thee nemen we? Dat is natuurlijk niet echt relevant. Kijk, we hebben ons oog alweer op die bank laten vallen hoor. We zijn nu bij de 3D-tekenaar, tekenster. En ze gaat vooral dus eventjes de bar wat naar voren halen, want die maten die klopten dus niet helemaal. Wil je de maat van de zijkant dus ook hebben? Dit. Zal ik het anders? Tot het eind van de bar tot aan de pui. Dat je die instantie even hebt. We hebben een bar die we over kunnen nemen van familie. Dus vandaar dat ik deze zelf heb getekend. En die is 30 centimeter breed. Die is ook wat hoger. Dus hebben we gebruikt een handje. Top. Ja. En een stuk verlichting in. Ja. Dus super gaaf. Ja. Deze maat weet je ook allemaal? Ja, deze is dan ook 48 uiteraard. Ja. Dit is echt ook minder vrouwelijk om te stigmatiseren. Of in de bank of in de stoelen. Ik denk in de bank. Maar ja, heel veel hebben dat wel ook al. Hè? Dat mee. Ook nadenken over het punt van kwetsbaarheid. Oh ja. Als iemand op een bank zit, stel dat dit maar een bank is. En mensen staan op. En je doet dit. Weet je wel, dan opstaan. Ja. Mijn handen zijn vies, want ik heb lekker van je met mijn vingervoet gezeten. Dan zit dat roze onder, dus dat is wel iets waar je over na moet denken. Ik snap wat je bedoelt. Kijk, je zou ook kunnen zeggen van, ik doe de zitting, doe ik kunstleer en op de rug. Dit vind ik echt een leuk stofje. Ja, we zeiden dat we misschien beter de lounge stoel kunnen laten vervallen dan een plek aan de bank. Als het past. Want je schrijft eerder een proefje bij die lounge stoel en je kan nooit een extra bank erbij gaan zetten. Toch, Mel? Mm-hmm. Jongens, dit is 3D. Deze maar Edwin. Oh, ja. Maar die waren echt heel prijzig. Ja, dat zijn geen goedkoper. Dat kost 600-700 euro. Hoe vet is dit? Tum, 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 tum. En dat de gemeentevrouw ook blij gaat zijn. Dat kan ze toch niet afkeuren? Ja. Maar de gemeente kan toch niks bepalen over jouw look? Nee, 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 natuurlijk niet. Maar het is wel, als je dit even stuurt, wel heel professioneel. Vet hoor. Ja, het is wel tof. Oh, je hebt de kinkjes ook erbij gezet. Ja. Wil je die erbij, Mel? Poef? In de plattegrond? Ja, natuurlijk. Of niet? Oké. Okay. Totaal, plaats je gelijk op. Dan kan je deze nog één keer in 3D laten zien, als je straks klaar bent. Ja. Vet. Ja, niks meer aan doen, denk ik. Nee, heel tof. Zijn we weer? Kijk, ga je ze erin trekken? Ja.
Voor aan de bar. Ja. Ja, en dan die dus. Ja, of deze. Ja, niet deze. Nee. Wat ik belangrijk vind voor de bar, is dat hij van achter er tof uitziet. Want dat is waar je tegenaan kijkt. Groot. Deze ook vrij groot. Voor bar zit dit lekker, ja. Nee, hij draait niet. Jawel. Nou ja, die draait, maar deze niet. Oh, we hebben een ander. Ja. Wil ik een prijs. Kijk maar naar de poot. Poot is ook anders. Oh. Maar dat is ook hier is het moeilijk opklimmen, eerlijk. Springen. Ja, dat is. Ik weet niet waar je daar. Oh. Oh, nee. Nee, ik weet het niet. Nee, dat vind ik echt super lastig om hier op te komen hoor. Deze is ook iets lager dan die. Wat? Nee, maakt niet uit. Dat was vast niet boeiend dan. Oh, ik vind deze wel lekkerder zitten dan die. Nog steeds weer die, hè? In principe is het gewoon dezelfde tuin. Ja, en toch zit het anders. Ja, dat misschien ook omdat je voetstand anders is. Maar die 700 euro stoelen krukken gaan we sowieso nooit kunnen doen, toch? Die daar, ja, dat kan wel, maar dan moet je ook andere dingen misschien. Ik vind gewoon echt de barkrukken is mijn nummer 1 prioriteit. Want dat is de foto, dat is waar je. Dat zal mijn huis, daar ga ik heen omdat dat er top uitziet, die bar. Tweede prioriteit vind ik de bank. Nee, dat ben ik dus niet echt helemaal. Dus die bank die vind ik eigenlijk al niet echt heel tof, per se. Nee, die moet dus heel mooi worden. Ja, precies. Dat bedoel ik. Die gaat geld kosten. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar de bar wordt de eyecatcher samen met de bank. Oké, we hebben nu dus weer een rondje gedaan. We hebben de plattegrond. Zo vet. Dan zijn we nu een beetje aan het kijken naar welke stoel. Dus we hebben verschillende stoelen voor de bar, de bank, de stoelen aan de tafels en een soort twee lounge stoeltjes. Gaat hij nu de stoelen voor ons pakken, die we dan dus qua model goed vinden. We hebben qua stoelen voor een best wel simpel model gekozen, maar die willen we dan met een tof stofje doen. En dan hebben we dus het model straks allemaal hier voor ons staan. En dan kunnen we gaan kijken welke stoffen we daarbij willen. En hetzelfde geldt voor de tafels. Dus kijk. Dus moeten we kijken naar wat we mooi vinden en naar de prijs. Dit vonden we bijvoorbeeld heel erg vet. Maar het wordt echt te roze als we ook al roze details in onze meubels willen. En wat ik ook denk is, ja, zoveel mensen hebben dit al. Heel veel zie je natuurlijk al. Ik vind altijd dat bruinige marmer ook wel iets moois hebben, maar ik weet niet of het bij ons past. En dit vind ik zelf echt prachtig. Ja, het moet natuurlijk ook mooi zijn voor als mensen een foto maken van boven, dat het er mooi uitziet. Dat is ook wel gewoon mooi. In ieder geval geen hout. Ik denk dat het dan eerder met glas gaat worden. Nou kijk, dit, wat ik al mooi vind, allemaal natuur. Dit niet hoor, maar het is allemaal natuursteen. Dus dat wordt er niet. Dat is koud. Dit, heel lelijk vind ik. Amerikaanse wegrestaurant vind ik dan. Hout, haat ik. Dus alleen hout in de vloer. En dan blijft volgens mij echt alleen zoiets over. Ja, ja, ook makkelijk af te nemen. Zoals dit, dus ook, kan ook tof zijn. Dit hout, ook al van, maar past denk ik niet bij ons. Dat. Ik ga wel. Ja, weet ik niet. Moet je even de toplaag kijken. Eén niet naar de zuiver. Dat kan ook anders. Nu lijkt het heel lelijk, want het kan misschien wel mooi zijn. Ik weet niet, hier haalt de bol dan bij. Ik weet het. Ja, ik vind het wel heel tof. Ik ook hoor. Maar niet in het roze, toch? Ja. Want dan kan de bank niet roze. Niet die kleur, nee. En dan kan de bank niet roze zijn en de stoelen ook niet. Maar wordt de bank roze? Ja. Iedereen heeft een roze bank. Maar ja, welke kleur anders? Ja, maar we moeten ook niet altijd kijken naar iedereen, hè? Ja, wil jij een roze bank? We moeten zelf ook kiezen. Ja, maar wil en als wij zeggen, we vinden het mooi, vinden we het mooi. En dan kan iedereen het doen. Maar de bank is dat ik er ook even afstand van neem. Ik vind geen één kleur zo mooi als een roze bank. De groene bank is... Totaal iets anders. Alleen, je hebt dan wel een heel groot roze oppervlak in je zicht. En daarom moet de rest niet te roze. Wat jij zei, is van, ik wil niet de zitting anders als de rug. Zo is toch als dit, maakt het wel minder kwetsbaar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Waar best wel leuke stoffen bij zitten, waar je misschien wat mee kan. Spreek eens aan. Lunchtime. Ja. Oh, nee, dit moeten we even apart leggen nu.
Wow, nu roze weg is, denk je echt, waar is roze? Dit vind ik dus ordi. Als er zwart bij komt, dan vind ik hem ineens ordinair. Ja. Oh my god, dit is zo leuk als er een roze dan. Want dan is het, heb je ooit dat sushi restaurant gezien met een rode? Ja, ik wil beperkt die mensen geen rood. Ja, omdat ik dat niet lekker vind zitten. Nee, dus waarom nu dan ineens wel? Omdat ik het zo vet vind staan. Ja, omdat het nu toevallig zo daar staat. Maar je was er pertinent eten. Ja, maar ik vind het nu, ik het zie echt geweldig. Vind jij het niet leuk? Toch niet? Ik vind zo'n stevige bank op een of andere manier gewoon beter bij ons passen dan die bank van beneden. Ja, dat is wel belangrijk dat je daar een mening over hebt. Mening. Dit vind ik gewoon een mening. Ja, dit is wat ik in gedachten had met een leuke bank. Dit is ook de standaard sokkel die eronder zit. De kleur. Gadver, dat wil ik niet, grijs. Grijs is zwart, toch? Grijs. Ja, dat, sorry wel, maar dat grijs is wel. Ja, ik vind dit sowieso echt. Nee. Wat? Nee, dit. Ja, maar wat? Ik vind die echt nog wel oké. Ja, dat is deze. Dat maar dan is die. Oh, dat is die. Ja. Maar dan laat. Oh. Ja. Ik vind dit het netste ordi. Ik vind dit geweldig. Deze is leuk! Wow, helemaal rode wangetjes. Het is 10 voor... Hé, hey, die wilde ik er zo. Maar ik dacht, ik kies die voor mijn moeder. 10 voor 4 is het. We waren hier om 10 uur. We zijn 6 uur lang. En we hebben dus wel even gegeten, maar ondertussen ook gewerkt. We hebben gewoon eigenlijk 6 uur lang gewerkt. En we zijn er wel bijna zeker uit. Bijna zeker. Ik krijg ook nog een tas. Nou, kinderen ook niet. Ook nog water. Dat zijn kussentjes. Geen kussentjes. Nee. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jongens, morgen laten we definitief weten wat we willen. Want het bedrag ligt net iets boven ons budget. Maar stukken minder dan we hadden verwacht. Dus de kans is groot dat we gewoon zeggen, we doen het. Het wordt dat of het wordt een meubelstuk er afhalen. Voor goedkopere opties gaan we niet. We zijn echt best wel voor mooie dingen gegaan. Niet voor de goedkoopste tafels, niet voor... We hebben echt wel zo'n dure bank. Gewone stoel is best wel redelijk normaal, maar dan hebben we wel weer toffe stofjes. En, nou ja, het wordt gewoon echt heel erg vet. Dus we zijn nu helemaal kapot. Dus we zouden sowieso nu niet heel blij kunnen zijn, denk ik, omdat we echt doof moeten zijn. Dus we gaan er heel even over nadenken. Mel, duik nog even de cijfertjes in. Yay. Of we dat nog ergens van af kunnen halen, die kosten. En dan laten we morgen weten hoe en wat. En dan krijgen we die officiële plattegronden in de mail. En dan krijgen we... Nou, dan is alles gewoon... Oh, ja. Dat is echt fantastisch. Dus morgen zijn we dan waarschijnlijk heel blij. Do you want to say something, my friend? Ik ben moe. Lieve Melly. Ik ben kapot. We zijn nog nooit zo lang samen geweest. Oké. Okay. Wacht maar, dadelijk. Ja. Urenlang. 12 uur werken per dag. Heb je ook rood hoofdje? Ja. We gaan helemaal instorten. Goodbye, jongens. Doe even een duimpje omhoog en laat even een reactie achter. Ik moet een duimpje omhoog. Mensen reageren niet echt meer, terwijl we echt ons best doen. Dat is echt heel stom. We doen echt super erg. Willen ze nog dingen vragen of weten? Ja, of, over Mel of over de zaak. Nou, over niet mij. Niet per se over mij, maar... Ja, wel een goeie, want er komen ineens heel weinig reacties. Terwijl we echt best wel heel erg ons best doen voor deze serie. Ja. Ik heb alweer honger. Jij? Heel goed. Dank. Goedemorgen, het is zondag. Als ik buiten adem ben, dan komt het omdat ik net heb gefietst. Voor het eerst op de fiets naar de Dorpsstraat. Heerlijk, alleen de fiets is niet zo heerlijk. Maar het fietsen was wel lekker. We zijn nu in ons pad. Mel is daar. Ik sta even in Blackbird nu. Dus dit is niet ons pad. Maar we wachten even op Lynn en haar man, als het goed is. Vriend, man. Voor, we hebben een samenwerking met vloeren. En we krijgen voor een heel chill bedrag een vloer. En het wordt allemaal geregeld, zeg maar. We komen nu hier om te kijken naar het pand en wat stalen en zo aan ons te laten zien. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze het kunnen vinden. We gaan even stalen bekijken. En hij heeft net gemeten hoe groot het pand is. En het klopt dus dat het 35 vierkante meter is. Zelfs een paar millimeter of centimeter extra. Vierkante centimeters. Nou. Het is eigenlijk waar wij voornamelijk mee werken. We werken het meeste gewoon met het merk Sense, omdat het gewoon de perfecte vloeren zijn. Kwalitatief gewoon de, vind ik de beste. Nooit gezeur ermee. Ja. En als er gezeur mee is, wordt het allemaal gelijk opgelost. En het heeft gewoon super mooie decors allemaal. Oh, ja. Dus ik zou zeggen, kijk, ik krijg een boekje rond. En ja, we hebben dus geen tafel of zo. Dus, hier is een mooi deurtje. Oké, nou ik ga even kijken. Het is eigenlijk het enige merk waar wij mee werken. Omdat dat, ja. Wij vinden dat gewoon super. Ja, precies. Wij hebben gewoon nooit gezeur mee gehad.
Maar is het klik of is het plank? Heb je in allerlei verschillende patroontjes. Die staat op elk plankje staat precies op in wat formaat je het kan krijgen. Je kan hem in een rigid plank. Dat betekent dus een soort kliksysteem. Dus ja, dat moet je een beetje zien als laminaatplanken. Ja, precies. Je kan hem in dryback. Betekent plak. En dan in visgraad. Dus je kan hem in een verlijmde visgraad krijgen. Ja. En in dryback dus plakken stropen. Dus gewoon rechte stropen. Ja. We kregen net een mailtje met de offerte voor de meubels waar we donderdag waren. En we hadden nog gevraagd of bij de bank we een messing kunnen krijgen. Dat was 170 euro duurder. Nu hebben we voor hetzelfde bedrag die messing erbij kunnen krijgen. Dus we hoeven er niet extra voor te betalen. Dus dat is heel leuk. Ja, ik heb nu even met Mel van gaan we de goedkeuring geven of niet? Voor de meubels. Ja, oké. Ik vraag nu aan Edwin van Satelliet wat de levertijd is. Stel dat hij zegt dat het nu pas in april geleverd kan worden, dan moeten we dus nu bestellen. Maar eigenlijk willen we niet bestellen en betalen voordat de vergunning rond is, want straks wordt het afgekeurd. Dan hebben we een heel mooi meubilair op dit pand, terwijl het niet doorgaat. We gaan er niet van uit, maar je weet maar nooit. Dus dat is nu een beetje lastig. Dus en haast bij zit, en dat hebben we daar ook aangegeven, dus ze hebben ook voor ons snel gehandeld. En dan gaan wij nu zeggen, we gaan het nog niet doen, want we wachten op de vergunning. Ja, dat is ook, dat is een beetje lastig. In ieder geval hebben we een offerte gekregen. Voor. Zo, die tafels zijn duur. Even voor je idee, één tafel, 522 euro. Eén tafeltje. Bizar. Die stoelen, het is echt heel duur hoor. Het is duurder, veel duurder dan meubilair voor thuis. Echt bizar. Dit is de bank. In een andere kleur, maar wel tof om hem misschien even zo te zien. Wat kost die? Oh, jeetje, wat duur. Niet normaal. Dit is niet de juiste kleur. Maar we hebben dus twee keer een fauteuil. Een barkruk. Grappig, het ziet er zo saai uit als je hem niet ziet met de stof hoe wij hem gaan krijgen. Net als deze stoelen. Kijk hoe saai het eruit ziet. Oké, nou, ja, ja, als de levertijd nu april is, Mel, dan kunnen we niet wachten. Wat moeten we dan nu doen? Want als we dan wachten, dan komt het meubilair te laat. Ja, de offerte klopt. Ik heb hem ook gecheckt. Misschien kunnen we dan, als we die mail naar te voort vandaag sturen, dat ik ook meteen eventjes bel of zo. Van, is alles dan nu in orde en heeft ze een indicatie van hoe lang het dan nu nog gaat duren in verband met, nee, dat we het een beetje weten of zo. Spannend. Want het gaat echt mega erg meevallen hoe roze het gaat worden. Ik ga eventjes een vrouw van de gemeente bellen. Ik zou me echt geen zorgen maken als dat geld goed zit. Het proces ontwikkeld. Niet normaal.